Ajax liet woensdag tegen Rangers FC zien waartoe ze in staat zijn. Ja, dat was wel genieten. Ja, dat belooft wat voor de komende weken, Edward. En ja, met zoveel veranderingen dat je dan zo goed bezig bent nu al. Chapeau voor Alfred Schreuder. Ja, over Ajax gaan we natuurlijk hebben, maar ook over al het andere voetbal. Dat doen we met de voormalig voorzitter van Ajax, Michael van Praag, en keeperstrainer Harold Wapenaar. Welkom bij aflevering 44 van De Aftrap. Hij stond de meeste wedstrijden als keeper onder de lat bij FC Utrecht. En deze zomer keerde hij juist bij die club terug als keeperstrainer. Harold Wapenaar, welkom hier in Volendam, Harold. Hallo. Als jij nou moet zeggen, wie is de beste keeper op dit moment in de Eredivisie? Wie wijs je dan aan? Unesco van Twente. Michael van Praag was voorzitter in de jaren 90 van het toen zo succesvolle Ajax onder Louis van Gaal. Michael, als je nu Ajax ziet, kunnen ze de Champions League winnen, denk je? Nou ja, weet je, ik denk dat dat wel kan. We hebben jarenlang geroepen, dat is onmogelijk in Nederland. We hebben vorig jaar gezien waar Feyenoord toe in staat is. Ja. Om in één keer in de finale van de Conference League te komen. Ik denk dat dat moment wel een keer aanbreekt, ja. Ja, en ze speelden wel op een heel hoog niveau tegen de Rangers. Ja, dat is wel zo, maar dat is natuurlijk ook maar één wedstrijd. Maar het gaat meer om het beleid wat erachter zit. Ja. En wat ze met de club op termijn willen bereiken. En dat beleid is al een jaar of 7, 8 geleden ingezet. Het is eigenlijk wel jammer voor PSV, hè, als je dit zo ziet. Nee hoor, dat vind ik helemaal niet. PSV die hadden natuurlijk makkelijk kunnen winnen van Rangers. Dat hebben we allemaal gezien. Maar ja, het moet ook wel meezitten. Je moet ook net de vorm hebben. Je moet de scheids een beetje mee hebben. Ja. Dat, ik vond het jammer. Ik vond het keeper moet geen fouten maken. Hè? Nee, ook niet. Dat helpt ook niet mee. Nee, ja, dat helpt ook. Maar ja. zegt dat nu al wat over Ajax en PSV eigenlijk, denk je? Deze wedstrijd? Ja. Nee, joh, tuurlijk niet. Nou ja, dat PSV het niet redt tegen Rangers en Ajax. Ja, maar goed, je kan wel van Feyenoord verliezen en de ander winnen. En dan wordt degene die verloren heeft, wordt toch kampioen. Dat weet je nooit. Ik bedoel, ik vind het altijd heel gevaarlijk, dat is mijn ervaring tenminste, om een oordeel te vellen op basis van één wedstrijd. Het seizoen is nog jong. Het seizoen is nog jong. We hebben geloof ik maar 4 of 5 wedstrijden gespeeld. Ze moeten ook nog tegen elkaar. Hè. Dat vind ik echt een graadmeter. Ajax gaat ook punten morsen. Dat is zeker, dat is altijd zo. Ja. Dus ik vind, dan moet je voor een half jaar nog maar eens vragen. We wachten het af. Ja. En achter de bar, zoals elke week, Nettie Schilder, goedenavond. Hi, Edward, goedenavond. Goed dat je er bent. Ik zie dat Michael van Praag aan tafel zit, de oud-voorzitter van Ajax. Maar ik vraag me af, komt u nog wel eens bij Ajax? Ik kom elke week bij Ajax, althans als we thuis spelen. Ik ben tijdelijk voorzitter van de businessclub. Dus dat is sowieso al een reden om daar naartoe te gaan. Maar in principe was ik toen ik bij de KNVB wegging van plan om elke week te gaan. Maar ja, toen kwam COVID. Ja. En toen kon het niet. Maar ik ben er nu wel elke week te vinden. Behalve als ik met mijn band moet optreden. Ja, dat gaat voor, belangrijk. Dan ga ik niet. Nee, ja. Nettie zegt overigens u, wij mogen je zeggen. Ja, zeker. Mogen elkaar tutoyeren. Ik probeer al de hele avond dat zo te zeggen. Maar lukt niet. Dus het volgende. Even ook mooi zeggen. Ja. Ben je ook dus bij de wedstrijd tegen Rangers in het stadion geweest? Nee, want toen had ik een optreden. Want voor de duidelijkheid, wat speel je, wat doe je? Nou, ik ben drummer en ik speel in 2 bands. Ja, dat kan je niet afzeggen. Het is een trio, maar jullie zijn met z'n vieren. Ja, het is een trio van toen, maar we zijn met z'n vieren. Hoe zit dat? Nou ja, weet je, zij bestonden al, trio van toen. Ja. We spelen nu de 50e jaren show. Liedjes uit de 50e jaren, met onder andere van mijn oom Max. En daar zing ik ook een nummer van. En zij bestonden al. En toen vroeg ze op een gegeven moment, ja, we hebben eigenlijk al een drummer erbij. En nou, die bassist kende mij, dus zei, wil jij niet eens meedoen? Nou ja, nu doe ik mee, nu spelen we 3, 4 keer in de week. Oh, dat is veel. Jazeker. Dus dat betekent dat je eigenlijk heel veel wedstrijden mist. Nee, want in de weekenden is dat nooit. Het is altijd door de week. Nee, maar die Europese wedstrijden dan? Dat zit er wel in. Dus ik ben eigenlijk al aan het kijken of ik misschien even wat schuiven kan nog. Ja. Voor deze show heeft u natuurlijk alle optredens. Alles. Wel vanmiddag was ik in Purmerend. Oké. Okay. Dus ik moest nog haasten om hier op tijd te komen. Ja. Nou, dan waarderen we het zeer dat je hier aan tafel zit. Maar je hebt natuurlijk wel alles meegekregen over Ajax. Het gaat natuurlijk geweldig. Ja, de nabeschouwing gekeken. En de Eredivisiewedstrijden die ze tot op heden gespeeld hebben. Dus ja. En je bent zeer te spreken over de kansen van Ajax, ook Europees. Nou, nee, het gaat niet zozeer om dit seizoen. Tenminste, zo heb ik het niet begrepen. Maar in het algemeen. Ja. Ik denk dat als Ajax op deze manier doorgaat,
dat ze een kans hebben. Hè, ze zijn al een keer heel dicht bij die finale geweest. Dat ze best wel eens een kans zouden kunnen hebben om die finale te winnen. Ja. En dat was 6, 7 jaar geleden onmogelijk. Maar Harold, als ik daar naar kijk, het is ook een kwestie van beleid, maar ook van geld. Hè? Ajax heeft natuurlijk het meeste geld. Ook de vinger gaat ja, pardon. Dat geld hebben ze nou juist door dat beleid te kunnen vergaren. Ja, eens. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een investering die je wel terug moet verdienen. Want op het moment dat dat fout gaat... Hè, Feyenoord heeft dat in het verleden een keer geprobeerd. PSV heeft het ook een keer geprobeerd. Toen moesten ze geloof ik de grond verkopen van het parkeerterrein ernaast. Ja. Nee, maar het moet wel zo. Zich terugbetalen, anders gaat het fout. Ja, maar Ajax heeft denk ik heel goed beleid gepleegd natuurlijk. Omdat ze inderdaad investeringen gedaan hebben. En spelers teruggehaald die het team een boost hebben gegeven. Ja, en kijk waar ze staan. Hè. Inderdaad, natuurlijk 2 jaar geleden die was tegen Spurs. Was natuurlijk een nachtmerrie. Want eigenlijk had Ajax met het voetbal wat ze speelden in de finale moeten staan. Ja. En eigenlijk vorig jaar ook nog. Hè, als je zoveel punten pakt in de pool. Ja, en dat je er dan uiteindelijk uitgaat. Maar jullie zeggen, het is verstandig beleid. Aan de andere kant, als je het kritisch tegen het licht houdt... kan je ook zeggen, ja, Ajax moet overwinteren in Europa, in de Champions League. Anders zitten ze financieel, lopen ze klem. Dan is de huishouding eigenlijk te duur. Ja, maar dat heeft iedereen toch? Als je in een heel duur huis woont... en je gaat in een nog duurder huis wonen... Ja, dan moet je zorgen dat je voldoende geld hebt om je hypotheek en zo te betalen. Ja, maar zekerheid heb je natuurlijk niet in Europa. Nee, zekerheid heb je niet. En ik kan mij nog herinneren in mijn tijd... dan begroten we dat je eens in de 3 seizoenen Europees voetbal speelde. Nou, dat kan Ajax zich niet meer veroorloven. Nee. Die moeten dat elk jaar doen. En ze kunnen best een keer een jaar daarnaast zitten... dat ze Europa League spelen. Maar in principe moeten ze natuurlijk wel elk jaar Champions League spelen. En dat kan ook, want ook PSV en Feyenoord hebben ervoor gezorgd... dat we heel veel punten in de ranking hebben. En als het een beetje mee zit... mogen aan het eind van dit seizoen nummer 1 en nummer 2 rechtstreeks in de Champions League. Maar dat was een paar jaar geleden was dat natuurlijk wel anders. Ja, dat was toen echt balanceren op het randje. Ja. Harold, waar heb jij die wedstrijd trouwens beleefd tegen de Rangers? Gewoon thuis. Ik heb die wedstrijd zitten kijken en ik moet zeggen... Waar kijk jij dan naar? In eerste instantie gewoon wel als supporter natuurlijk. Gewoon, ja, ik ben geen Ajax-supporter, ik ben Vlaardingen en Rotterdammer eigenlijk. Dus ja, dan kijk je toch... Feyenoord-supporter, zeg je dat? Nee, natuurlijk, dus dan kijk je toch met een ander oog. Maar ik kijk graag naar Ajax. Je bent niet anti-Ajax? Nee, zeker niet. Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Ajax speelt geweldig voetbal. Dus ja, een Nederlandse club die in de Champions League speelt... dan ga je daarnaar kijken. Dat maar kijk je dan niet specifiek naar de keepers? Zeker. Ja. Ja. En wat vind je van de keeper van Ajax? Ja, uitstekende keeper. Pasveer heeft zichzelf in de basis geknokt. Heeft hij fantastisch gedaan. Hij heeft echt in de Champions League heeft hij zich zijn faam gekregen natuurlijk... om door hele goede wedstrijden te spelen. Ja, hij is denk ik wel een vastigheidje. Alleen maar, op leeftijd natuurlijk. Maar je vindt hem niet de beste van de Eredivisie, want dan noem je Oenerstal. Ja. Wat heeft hij meer dan wat Pasveer heeft? Die komt ook vaak in de gelegenheid. Dat zie je. Het pakken van echt onhoudbare ballen. Dus die zorgt ervoor door zijn reddingen... dat Twente gewoon wedstrijden of gelijkspel of niet verliest. En ja, natuurlijk, dat heeft hij ook. Pasveer heeft ook echt goede wedstrijden gespeeld. Alleen Ajax is dusdanig dominant. En voor hem is het misschien zelfs wel moeilijker... omdat hij soms wel eens 45 minuten moet wachten... of 60 minuten moet wachten op die ene redding. Hij speelt mee natuurlijk goed. Kan geweldig voetballen. Aan de bal is hij bijna zoals een veldspeler. Coacht natuurlijk ook zijn verdedigers uitstekend. Tegen ons bijvoorbeeld heeft hij voor mij geen schot op doel gehad. Maar heeft hij, wat hij zelf al aangaf, heel veel coaching gedaan... waardoor de verdediging gewoon optimaal functioneerde. En dat is ook een onderdeel. Dio Campos, die werd door de Raad van Commissaris de technisch directeur werd teruggefloten door de Raad van Commissaris. Ja, dat is ook een gek verhaal. Ik las het ook. Eerlijk gezegd, de keeper van Benfica, die Vladimiros. Geweldige keeper overigens. 28, nummer 1 van Griekenland. Ja, dat ze die op de radar hadden, kan ik me ergens wel voorstellen. Die wilden ze binnenhalen. Eén ding begreep ik niet. Waarom zo laat pas dit proberen, terwijl je dat ook al in een eerder stadium had kunnen doen. Maar goed, ik begreep wel dat ze die wilden hebben. Alleen dat hij dan op het moment dat ze die binnen kunnen halen... hij wilde zelf graag en de RVC zegt... Nee. En dat gebeurt dus ook Campos ook. Wat denk je dan als oud-voorzitter? Nou, moet je het luisteren. Ik vind, om te beginnen lezen we dat alleen maar in de Telegraaf. Nou, dus het is al een hele smalle bron, om maar eens eerlijk... Dus is het niet waar?
Nou, dat zeg ik niet. Maar ik weet ook niet of het wel waar is. Mm-hmm. Want we hebben tegenstanders gelezen. Ajax heeft geen commentaar gegeven. Ik ben zelf 5 jaar raad van commissaris bij Ajax geweest. En je gaat niet over of Jantje of Pietje het moet worden. Daar hebben wij geen verstand van. Dat bepalen de scouts en dat bepaalt de technische staf. Maar je hebt wel een financiële verantwoordelijkheid. En ik kan me heel goed als raad van commissarissen naar de aandeelhouders toe. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat zij een afweging hebben gemaakt gezien de leeftijd van die speler, gezien het salaris wat hij moet verdienen, gezien de transfer die die kost, dat ze zeggen van, nee, sorry, dat kunnen wij niet doen. En dat dan Valentijn Driessen en Mark Verwij meteen roepen dat Edwin van der Sar is afgeserveerd en zo. Ja, dat neem ik echt met een korrel zout. Danny Blind zou dat nog... Dat is all in the game. Wij hebben in mijn tijd ook heel vaak een speler niet genomen, omdat het financieel onverantwoord was. Maar dan moet je niet meteen gaan roepen, de directeur of de technische directeur is afgeserveerd. Maar er werd ook nog gesuggereerd dat Danny Blind ook nog wat te vertellen zou hebben. Nou, maar kijk, Danny Blind, die is nu assistent bondscoach. Die komt straks weer terug in de Raad van Commissarissen. Dat werd gesuggereerd, ja. Maar ja, suggesties, ja, daar staan de kranten tegenwoordig vol van. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat het zo is. Nee, dat klopt. Zeg, ik moet even opzoeken wie nu de voorzitter van Ajax is. Kan je dat voorstellen? In Meijaard. Nou, volgens mij, ik vond op internet Frank Eiken. Nou, dan zou ik maar eens wat aan onderzoek doen, want dat is al heel lang geleden. Echt waar? Frank Eiken is de voorzitter van de Raad van Commissarissen, is Leen Meijaard. En de voorzitter van de vereniging, dat is Frank Eiken, dat klopt. Okay, ja, dan... Maar de vereniging is alleen maar... Ja, ik bedoel ook de voorzitter van Ajax. Heb ik je verkeerd? Nee, dat geeft niet, maar je hebt natuurlijk de Raad van Commissarissen en het bestuur van Ajax. En het bestuur van de vereniging heeft alleen maar een gouden aandeel. Ajax is aandeelhouder, dus de aandeelhouder kan in de algemene jaarvergadering als aandeelhouder tegen Ajax zeggen, ja, waarom koop je zo'n dure keeper? Ja, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, in jouw tijd, om het maar weer zo te zeggen, tituleerend, toen had je Jorien van Heerik bij Feyenoord en je had Dirk Scheringa bij AZ gehad natuurlijk. Raad van commissarissen. Nee, maar je had natuurlijk voorzitters die waren het boegbeeld van de club. En dat is natuurlijk heel erg veranderd, hè, door de jaren. Ja, dat is bij Ajax is Edwin dat. Van der Sar, ja. En dat doet Edwin van der Sar heel erg goed. Ja. En Edwin van der Sar is internationaal, staat hij in heel hoog aanzien. Hij zit in het bestuur van de European Club Association. Dat zijn die 240 Europese clubs. Daar heeft hij een belangrijke rol in. En ik vind hem dat boegbeeld. Nou, en in Nederland staat hij er veel minder op, lijkt het wel. Ja. Nou ja. Ik heb er ook wel eens minder op gestaan. Ja? Ja, natuurlijk. Ja. En als Ajax direct weer kampioen is, dan is dat allemaal weer vergeten. Ik vind het allemaal een beetje, om met Co Adriaanse te spreken, een beetje scorebord. Ja. Maar de voorzitter van Ajax, doet hij nog iets belangrijks rondom bijvoorbeeld een Europese wedstrijd? Of is dat allemaal gericht op Edwin van der Sar? Nee, dat is allemaal gericht op Edwin van der Sar en de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de vereniging helpt bij het ontvangen van de tegenpartij. Want je kunt je voorstellen dat zo'n directie van Ajax heeft het druk met sponsoren, met allerlei gasten. Iedereen wil altijd even het gezicht van de directeur zien. Maar je hebt ook de tegenpartij en je hebt ook de scheidsrechters. En Frank Eiken en zijn bestuur, die ontvangen die mensen. Maar is dat dan een beetje ceremonieel, als ik het zo met alle... Nee hoor, want als jij groot aandeelhouder bent van de NV Ajax, dat is een hele belangrijke functie. 75% van de aandelen is in hand van Ajax. En dat bestuur, ja, die moet de vereniging straks vertegenwoordigen in de algemene vergadering van aandeelhouders. En die kunnen op een gegeven moment ook gewoon nee zeggen op tegen iets. Stel nou dat Ajax de arena zou willen kopen en de vereniging vindt dat niks. Nou, dan kan Ajax als vereniging zeggen, het gaat niet door. Ja. Dus dan is die Frank Eiken en zijn bestuur is een heel erg belangrijke groep. Harald. En ze zijn ook gezellig. Wat, sorry? Ze zijn ook gezellig. Echt waar, ja? Ja, waar blijkt dat uit? Doordat we na afloop met elkaar een borreltje drinken. Ja. De wedstrijd even analyseren en zo. Ja, het is wel mooi, omdat zij toch relatief in de schaduw fungeren. Waar mannen als Van der Heerik en van Praag en Van Rij vroeger... Ja, maar dat was toen anders. Kijk, toen was het nog geen NV. De meeste clubs zijn allemaal BV's en NV's. Dat was toen niet. Je was een vereniging, Ajax was ook een vereniging. En nu ben je meer een bedrijf geworden eigenlijk. Nu is het een bedrijf. En wij gingen vroeger over het merk Grasmaaier. Echt waar, ja? Ja, dat is natuurlijk nu niet meer. In vergaderingen dan. Zeker, ja. En ik heb ook nog moeten beslissen of we voor de F-site op het hek, of we daar normaal prikkeldraad of NATO-prikkeldraad moesten nemen. En wat werd het?
Het werd na het oprikkelen. Ja, weet je, van dat soort dingen. Nou, dat is niet meer. Ja, FC Volendam opent in ieder geval het Eredivisie weekend. Dat doen ze met bijna een degradatiekraker, zou ik willen zeggen, tegen Go Ahead Eagles. Achterin regent het bij FC Volendam tegen doelpunten 17 goals in 5 wedstrijden. Ze hebben nu versterking gehaald. Xavier Mbuyamba, daar ga ik al, Jack. Ja. Moet oefenen. Mbuyamba speelde eerder. Mbuyamba. Speelde eerder voor MVV, voor Barcelona, Chelsea en nu dus FC Volendam. Ik heb gewoon gehoord en ik geloof het ook echt als ze dat zeggen. Dat ze mij veel beter kunnen maken. En dat ze spelers veel beter kunnen maken. Dat ze heel goed zijn voor ontwikkeling. En natuurlijk Eredivisie spelen op mijn leeftijd. Ik ben nu 20. Als ik nu gewoon een heel seizoen Eredivisie speel, dan is het heel goed voor me. Nou, dus het is gewoon een goede voetballende centrale verdediger. Die de duels niet schuwt. Ja, en die ook voetballende oplossingen ziet. En van daaruit wil hij graag weer stappen maken. En hij heeft natuurlijk een goede leerschool gehad bij Barcelona en nu bij Chelsea. Ja, dus nu kiest hij toch weer voor een andere stap waar hij op eredivisieniveau kan spelen. Nou, het is prachtig om dat wij zo'n jongen dan kunnen faciliteren. Ik heb 3 jaar getekend. Ik heb een doel natuurlijk. Kijk, ik ben hier met alle respect voor de club niet naartoe gekomen om over 2 of 3 jaar bij te tekenen en nog langer te blijven. Ik wil gewoon een stap maken omhoog natuurlijk. Dus ik ga daarvoor. Dus ik moet het maar gaan doen. Hè? Ja, dat was Xavier Mbuyamba. Harald, ken je deze jongen? En zou dit de ontbrekende schakel kunnen zijn in het elftal van Wim Jonk achterin? Ik ken hem nog niet. Wellicht wel later, op het moment dat wij zelf FC Utrecht tegen Volendam gaan spelen. Dan zie ik dat voorbij komen in de analyses natuurlijk. En wellicht, daarvoor ga ik hem al op wedstrijden zien. Ja. Die je op tv ziet natuurlijk. Alleen nee, ik ken de jongen niet. Maar volg jij Volendam een beetje? Ik volg Volendam wel, maar niet op de manier dat ik precies weet wie er op dit moment speelt. Nee. Maar hoe kijk jij naar Volendam als je Volendam ziet in het seizoen? Nou ja, ik was super blij dat Volendam promoveerde. Ik heb hier 5 jaar bij deze club gezeten. Een prachtige club. 2010 tot 2015. Ja, en ja. Nooit gelukt. En veel over gehoord, heen en weer. Op het moment dat het gebeurt. Ja. Nou, het is gebeurd. Ja, dat moet geweldige ervaring zijn geweest. Geweldig voor het dorp natuurlijk. Maar ook voor de club zelf. Alleen, ja, het handhaven zal best wel een klus worden natuurlijk. Omdat je ziet dat ook de clubs uit het rechterrijtje die trekken spelers aan en hebben budgetten die wellicht deze club niet heeft. Hmm. Dus ja, het moet echt aanpoten, ja. Ja, denk je dat Volendam zich handhaaft? Ja, wat ik altijd gevoeld heb bij Volendam, het is wel iets speciaals. Er zit hier altijd voetbal in. En ze hebben natuurlijk ook een trainer die heel veel voetbal brengt in deze ploeg. Dus er zullen menig teams die zullen zich stuk lopen hier op de dijk. Ja. Ja. Ik denk wel dat de punten op de dijk gehaald moeten worden. En niet erbuiten. FC Twente. Dat bedoel ik. Ook wel moeilijk. Dus, maakt dat kunstgras dan nog verschil? Denk je? Ja, sowieso. Kijk, als ik heel eerlijk ben. Dat moet eigenlijk in onze divisie niet meer kunnen. We moeten allemaal op gras. Voetballers op gras. En die wedstrijden op kunstgras. Maar vind je het competitievervalsing dan? Ja, vind ik echt. Ja, wat is het verschil dan? Ja, zeker als je niet een avondwedstrijd speelt. Op bijvoorbeeld een zondagmiddag om 2:30. Bijvoorbeeld Volendam Twente? Ja, nou ja, dan wordt dat veld wel nat gespoten. Ja. Alleen, de ballen doen gewoon anders. Want het droogt binnen 10 minuten op. En het is stroperig. Ballen die je diep speelt, die schieten niet door, maar die stuiten omhoog. Het team wat daar elke dag op traint, die is dat gewoon wel gewend. Zo simpel is het. Maar ik denk dat Volendam, of tenminste de staf, staat er ook zo in, hoor. En vooral Wim Jonke, die wil ook in de die wil ook gras die gewoon echt gras hebben. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Maar laten we wel wezen. Ja, in feite had de KNVB al lang moeten zeggen van jongens, iedereen op gras spelen, dan is er nooit meer een discussie. Nee. Maar ook fysiek gezien, hè, er is natuurlijk regelmatig een discussie geweest over kruisbandblessures. Maar ga maar na, als jij nooit op kunstgras voetbalt en jij voetbalt een keer op kunstgras, dan ben je gebroken de volgende dag. Michael? Maar hier zie je nou precies het failliet van het systeem en de structuur die we bij de KNVB al jaren hebben. De KNVB wil dat wel, Harald, wat jij zegt. Maar degene die daarover moeten beslissen, dat zijn de clubs. De Algemene Vergadering Betaald Voetbal moet beslissen of het gras helemaal weggaat of niet. Nou, en dat krijg je er dus nooit door. Dat heb ik zelf al zo vaak meegemaakt. Maar er zijn toch maar 2 clubs. Nou ja, Heracles is natuurlijk voor kunstgras, want die hebben een sponsor. Maar van de rest is er toch in de Eredivisie geen enkele andere club. Nee, maar er zijn natuurlijk ook clubs die dan weer solidair zijn. Met die spelen het ook, maar die willen dat toch niet? Je zou dat denken, ja. Maar. Ja.
Nou, dit weekend dus Go Ahead Eagles op bezoek bij Volendam. Ajax speelt op zaterdagavond tegen Heerenveen. En we hebben dan ook nog AZ Twente op zondag. En op vrijdag in de Eerste Divisie Almere City tegen Telstar. Goed, we gaan naar Raak de Vlag. Hij voetbalde zijn grootste periode, voetbalde hij voor AZ. Daarna ging hij naar Red Bull Salzburg. En hij sloot zijn carrière af bij FC Volendam. We hebben het natuurlijk over Barry op Dam. En Erik-Jan Brinkman, die speelde een spelletje met hem. Ta-ta-da-da. Barry op Dam, wat doe jij hier? Ik liep hier toevallig in het bos. En waar zijn we dan? We zijn hier in Lisse. Lisse? Ja, een van de mooiste dorpen van Nederland uiteraard. Ligt volgens mij wel in de verkeerde provincie. Zuid-Holland, hè? Ja, dat klopt. Wat mij wel leuk leek, een potje raakte vlag bij jou. Als je dan toch in het park bent. De vlag op 40 meter. Zitten wat golfbewegingen in. Maakt het leuk. Drie ballen krijg je om zo dicht mogelijk in de buurt van de vlag te komen. Twee ballen met handicap. En ik dacht, twee ballen met de hak. Komt-ie. Oh. Beetje zuinig. Houd niet over. Nee. Ja, ben je klaar voor? Nou, dat is niks hoor. Dat is niks. Oh, wat een slechte bal dit. Ja, dit is zeker een speciaal shirt voor mij. In ieder geval een shirt met een bepaalde waarde. Als klein kind droom je ervan om uiteindelijk in oranje te voetballen. Als je dan uiteindelijk nog een goaltje kan meepikken. Dat is uit bij Tsjechië, in Praag was dat. Ja, dat is al een tijd geleden. Ja. Een tijd geleden. Maar het is als de dag van gisteren. Dat shirt blijft dus gewoon een bepaalde waarde voor je hebben. Ja, die gaat aardig, denk ik. Ja, die rolt alweer bij. Zelf wil ik zo wel weer hebben. Nou, zal ik hem er even bij leggen? Nee, deze gaat best wel goed hoor. Terug. Ja, rollen. De opdrachten. Maar waar hoop je op, dat mag je nog even zeggen? Nou, ik ben wel een voorstander van eitje koppen. Zal ik even een slinger geven? Nou, dat duurt namelijk wel even. Kijk. Het is gewoon een kwestie van voorspellen. Laatste bal is vrij. Geen handicap. Overtuigend, hè? Nou, ja. Oh, ik zie hier toch een lekker eitje. Moeten deze nog trappen of geef je al gewonnen? Het hoeft al niet zo hard. Zie je het? Kijk. Je had Barry Vergalen, Henk Timmer, Danny Landsaat. Er zaten natuurlijk wel wat persoonlijkheden tussen. Kijk, je bent op een gegeven moment ook zeg maar met avond dat je op Europese avontuur hebt. Ja, dan ga je kijken wat je kan doen. Hè. Als je de wedstrijd hebt gehad, dan wil je s'avonds toch even kijken hoe zo'n stad eruit ziet. Maar jullie stonden bovenop de tafel te dansen? De flesjes wodka die er stonden, die moesten wel gelijk afbetaald worden door ons, zeg maar. Want ze waren niet gewend dat er gelijk flessen werden besteld in plaats van kleine glaasjes. En dan was het voor sommigen was het dan af en toe net even te veel. Die liepen niet helemaal recht naar huis. Nou, heerlijk. We gaan jouw ballen meten, want 5-15 is het record van Paul Kok. Ja. Twee ballen. Ja. Dus meetbaar. Dan komen we uit op 4 meter. Nou, laten we zeggen 25. 4,25 dus. En dat komt bij? 3 meter. Nou, laten we zeggen 70. Kun je rekenen? Niet zo goed als jij denkt. 7,95 meter. Nou, kijk. En 3, hè? 3. 3? 3. Ja, maar ik zoek ze wel zelf even uit. Bam! Kijk of ik een beetje kopsterk ben. Nou, dat ben ik niet. 1, 2. Ja, arme jongen, die Erik-Jan Brinkman. Voor Barry Opdam noteren we in elk geval net die 7 meter en 95 centimeter. En dat is hij goed voor de derde plaats in ons tussenklassement. En Paul Kok blijft eerste met een score van 5 meter en 15 centimeter. Kijken of iemand hem daar nog dit seizoen vanaf krijgt. Ik heb gehoord, Harald, dat keepers een beetje gek zijn. Is dat zo? Het zou natuurlijk wel leuk zijn als je dat nu zou tegenspreken. Maar ik moet wel heel eerlijk zijn dat wij wel vaak tot die categorieën behoren. Hoe net komt, even, net hoe even komt wat dat anders. Toch? Waarom zijn jullie zo anders? Komt dat door jullie unieke positie in Delft al? Ja, wellicht wel, ja. En weet je, de charme van keeper zijn is... een spits wordt spits omdat hij de winnende kan maken en iedereen die juicht met hem. Maar als wij een penalty stoppen... Wij krijgen een bedankje van... Nou, ho, mag ik toch wat tegen? Dat is toch niet waar? Nee, oké. Okay. Ik zal wat genuanceerder brengen. Wij kunnen een geweldige wedstrijd spelen. De hele wedstrijd, alles pakken. En in de laatste minuut een ketsen maken. En iedereen vindt je een klootzak. Ja. Een spits kan de hele wedstrijd geen knikken raken. Maar de winnende binnenkoppen. En hij is een held. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat kan ik niet tegenspreken. Ja. Nee, jij werkt bij FC Utrecht met Barkas. Dat is een Griek. Ja. Is dat anders werken dan met een Nederlandse keeper? Ja, er is natuurlijk sowieso cultuurverschil.
Maar ik heb wel meer met de buitenlandse keepers gewerkt. En dus in het begin moet je sowieso wel eventjes... elkaar leren kennen natuurlijk. Maar ook bij deze, zeker. Ook nog eens eentje met een hele grote status. Wat wij op dat moment niet eens weten. Maar nationaal team, Griekenland. Transfer gemaakt, AEK Athene naar Celtic. Ja. Voor mij voor 8 of 9 miljoen euro Champions League gespeeld. Dus die komt wel, er komt wel iemand binnen. Hm. Alleen in Nederland hadden wij op dat moment totaal niet echt het idee van... Hey, wie is dit? Ja. Nou ja, dan merk je wel dat het iemand is met heel veel status. En die natuurlijk in eerste instantie zich ook best wel naar gedraagt. Maar geweldig werk. Ja, wat? Nou ja, gewoon... Hoe komt hij binnen? Hoe gedraagt hij zich dan? Nee, je merkt wel dat... Kijk, spelers die een bepaalde status hebben... komen binnen met het idee van... ja, jullie moeten wel weten wie ik ben. Ja. Weet je? Kijk, en ik vind het geweldig. Want deze man heeft een geweldige uitstraling qua karakter. En hij laat al zien dat hij belangrijk voor ons is. Maar zonder dat hij arrogant is? Nee, absoluut niet arrogant. Maar ik zit even te denken, hoe komt iemand binnen dan... ik zit te denken, Michael van Praag, kom je anders binnen als voorzitter van Ajax... dan dat je gewoon een gewone functie hebt? Er wordt wel meer naar je gekeken, ja. Ja, maar dat is de andere kant dan. Nou ja, God, dat je... Maar ga je jezelf ook anders gedragen? Nee, nou ja, sommigen doen dat, hè. Dat zie je in het voetbal al te veel. En toen ik voorzitter werd, heb ik me voorgenomen dat niet te doen. En ik denk dat het me tot op heden nog steeds gelukt is. Maar dat is wel moeilijk om daardoor, anders... En daardoor verdien je meer respect... dan dat je je een beetje arrogant gaat lopen gedragen... omdat je nou toevallig voorzitter van Ajax bent. Kijk, ik schiet ze er niet in. Ik hou ze niet tegen bij de goal. Dus het is wel de verdienste van een ander. Ja, wij ondersteunen dat. Als bestuurder heb je maar één taak. En dat is faciliteren dat de sporters optimaal kunnen functioneren. Maar zeggen ze toch ook, Bobo's zijn ijdel? Wordt er dan gezegd. Ja, maar dan heb je het al. Ze zeggen wel. Nou ja. Ja, maar die zijn er inderdaad bij. Hè? We hadden het, straks hadden we het even over die Spaanse voorzitters... toen we nog even aan tafel zaten. Ja, die stoppen daar zoveel geld in. Die zijn dat. Maar weet je, ik heb zelf in elk geval... niet die mentaliteit om dat te doen. Want Ajax heet toch al arrogant te zijn. Als ik dan ook nog eens een beetje zo ga rondlopen... Ja, weet je, dan is het eind zoek, hoor. Wat was nou voor jou eigenlijk de mooiste periode? Toen je in de jaren 90 voorzitter was? Of toen je vader voorzitter was in de jaren 70? Nee, in mijn eigen periode. Want toen mijn vader voorzitter was, was ik scheidsrechter. Ik ging nooit naar Ajax. Nee? Nee. En hij wou ook nooit kaartjes geven, want dan dacht hij dat hij me voortrok. Daar zit wat in. Daar zit wat in. Ja, dat zeker. Dus dan moest ik aan de penningmeester vragen of ik een keer mocht. Nou... Dus ik heb dat niet zo meegekregen. Ik floot mijn eigen wedstrijden. En dus ik ging eigenlijk nooit. Nou, was voor jou toen wel de cirkel rond? Toen jij ook voorzitter werd? Terwijl je vader dat ook 14 jaar lang gedaan hebt. En jij ook 14 jaar. Ja, precies. En we waren ook allebei vierde keus. Ja. Dus er is wel een bepaalde gelijkenis. En we wilden ook allebei naar een ander stadion. Hij wilde graag naar het Olympisch Stadion. Wij wilden toen naar... een nieuw stadion, want de meer was waardeloos. Ik heb nooit zo gedacht van, de cirkel is rond. Maar ik heb wel gedacht, God, hij heeft het niet meegemaakt. Hoe zou hij daar nou naar kijken? Trots. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zal dat zeker dat denk wel. Ik wel. Ja. Maar mijn vader was ook niet arrogant. Was een enorme moppetapper. Nou, moet je niet naar mij wijzen alsof ik zeg dat je arrogant bent, hè? Nee, maar ik kijk af en toe naar hem. Okay. Maar Jack vroeg, wat was het mooiste in de bestuurderstijd? Is dat dan toch het succes met Van Gaal en die wereldbeker en die Champions League? En heel Amsterdam was de voetbalhoofdstad van Europa, van de wereld. Een soort van. Ja, hè? Ja. En we zeiden, die tijd komt nooit meer terug, maar het zou kunnen. Het zou zomaar kunnen. Alleen de periode is natuurlijk korter, hè? Want toen was het lang. Hè? Kon je een team wat langer bij elkaar houden. Ja, nee, dat is voorbij. En nu is het met 2-3 jaar is het echt afgelopen. Hè? Michael, je wordt 75. Ga je nog wat doen? Deze maand? Deze maand 75. Zou je niet zeggen trouwens. Maar goed, dat terzijde. Maar ga je nog wat doen? Mag hij wat drinken? Maar ga je nog wat doen in de voetballerij? Of denk je het is mooi geweest? Nee. Ik ben nu nog voorzitter van de Stadion- en Veiligheidscommissie bij de UEFA. Dat loopt in april af. Want dan heb ik daar ook mijn termijn gedaan. Nou, dan is het, vind ik, wel mooi geweest, hoor. Ik ben vanaf 1989 actief in die voetballerij. Goed zo. Ik heb genoeg andere dingen die ik nog leuk vind. Wij vragen jullie altijd om wat mee te nemen. Een herinnering vanuit jullie carrière. En Michael, jij hebt een mooie oorkonde meegenomen. Ja, ik kijk, als bestuurslid win je geen bekers.
dus die heb ik niet. Nee. Jij krijgt vaantjes of dit. En ik ben er wel trots op dat ik met name door mijn harde werken bij de UEFA tot erelid ben benoemd. Ja. En daar zijn er in de 63 jaar, 64 jaar dat de UEFA nu bestaat, zijn er maar 14. En ik ben de nummer 14. Ja, en Johan was mijn grote vriend van mijn jeugd al. Dus ik vind dat wel heel erg mooi. Verschrikkelijk mooi. Ja. Daar kan je trots op zijn. Ja, ben ik ook. En dit is ook iets om trots op te zijn. Want hier zit ook een mooie vrouw achter, denk ik. Ja, zeker. Vertel. Nou, ik heb in Italië transfer gemaakt van Utrecht naar Italië. En Udinese. Daar speelde ik eigenlijk weinig of alleen maar in de Coppa Italia. Ik was de tweede keeper. En onverhoopt, onverwacht maakte ik in één keer mijn debuut tegen Juventus uit. Dat was een geweldige belevenis. En een week later stond ik in de basis tegen Parma. En ja, daar speelde Gigi Buffon op dat moment voor mij in 20 jaar. Ja, als je weet wat voor carrière die man, wat hij allemaal gedaan heeft. Geweldige uitstraling toen al als 20-jarige. Het liep gelukkig wel goed af voor ons, want wij wonnen met 2-1. En ik maakte zelf ook een goede beurt. Ik speelde een goede, solide wedstrijd. En na afloop ruilde ik mijn shirt met Buffon. Heb je dat niet van tevoren voor de wedstrijd gevraagd? Of was dat echt spontaan? Dat was spontaan, zeker. Ja. Ja. En jij kijkt wel erg tegen hem op? Ja, weet jij, je moet je voorstellen. Ik was wel een stukje ouder al. En hij is 20 jaar, hij speelde al in het nationaal team van Italië. Ja. Ja. Dus hij werd al aangerekend als van de topkeepers van Europa op zijn 20ste. Ja. Dus ja, dan is dat natuurlijk wel geweldig als jij een wedstrijd speelt. Voor de wedstrijd was hij ook zeer aanspreekbaar. Na de wedstrijd wat minder overigens. Want hij was, Parma was op dat moment de nummer 2 in de Serie A. Dus die, dat puntenverlies was duur voor hun. Want uiteindelijk werd Roma kampioen. Hij gooide zo dat shit naar jou. je mag het hebben. Hij speelt nog steeds, Buffon? Ja, bij Parma weer. Want hij is 67 nu? 43. En hij, 43? Ja, en hij keept bij Parma. Wat overigens wel weer in de Serie A gespeeld heeft. Ja. Maar nu in de Serie B actief is. Dus nee, is geweldig natuurlijk. Mooi, mooi. En dat heeft een mooi plekje bij je thuis. Jawel, zeker. Ik heb veel shirts verzameld, maar ik ben zelf niet echt een verzamelaar. Ik geef dat aan mijn vader en die bewaart het. En welk shirt mag ik nou meenemen, zei je? Het is niet helemaal jouw maat, maar dit is XXL, hoor. Dit is echt een groot shirt. Vond het een grote kerel, hè? Ja, ik loop ons elftal van FC De Aftrap door onze gasten de afgelopen weken samengesteld nog even met je door. Beginnen bovenin, daar staat natuurlijk de keeper van FC Volendam, Filip Stankovic. Dan hebben we achterin Bennemar en Van Dijl van Volendam. Timber staat erin en Kerkes van AZ. Middenveld met Berghuis en Teler van Ajax en Robert Muren van Volendam. En dan voorin Bilal Uçik van Volendam, Koen Blommestein van Telstar en Bergwijn van Ajax. En de trainercoach is Wim Jonk. Harald, mooi elftal is het, maar er moet wat aan gebeuren. Ja, nou, ik heb een enorme sympathie voor Henk Veerman. Ik heb hem helaas maar kort bij Utrecht meegemaakt. Maar wel bij Volendam toen ik hier werkte. En ja, geweldige gozer. En ik gun hem dit. Dus Henk Veerman komt in het team. Robert Muren ken ik ook. Ook een geweldige kerel. Dus die ga ik er niet uithalen natuurlijk. Want dat neemt hij me vast kwalijk. Dus ik moet even kijken. Ja, ik spijt me. Er gaat een AXC-tijd dan. En nee, Henk Veerman gaat op een positie spelen die heel ongebruikelijk is voor hem. Maar toch wil ik hem in het team hebben. Misschien een tip voor Jonk. Maar dat draait nog niet heel erg lekker. Sorry, dan gaat deze eraf. Oh, ga maar. De man van 32 miljoen. Ja, ons elftal wordt met een week minder waard. Vorige week ging Anthony eruit. Puur op sympathie komt Henk Veerman komt uit te spelen. Het is wel heel onlogisch voor hem waarschijnlijk. Maar toch... En waarom haal je Blommestein er dan niet uit van Telstar? Ja, ik moet eigenlijk de Telstar-spelers een beetje beschermen, is mij verteld. Maar... Ja, maar weet je, punt is, je kan je ook voorstellen... op het moment dat je dat nu gaat doen... dan blijft er daar niks van de KKD over. Oké, dus een beetje voor de verdeling, Telstar erin. Ja, lijkt me wel. Oké, nou, Veerman moeten we maken. Dus die staat er volgende week in op een wat ongebruikelijke positie. Misschien is het een idee, Jack, voor Wim Jong. Hij zou ook achterin kunnen, hè, Henk? Henk achterin? Ja, dat heeft hij ook in zijn jeugd gespeeld. Oké. Wat heel veel mensen niet weten is dat hij natuurlijk powersnel is. Dus hij kan ook met ruimte in de rug spelen. Hij kan hardlopen. Hij kan kloppen, oké. Ja, want ze zoeken natuurlijk nog naar de ideale formatie. Oké, dat is Veerman erin. Michael? Ja, ik kom natuurlijk weer met een heel raar voorstel. Oh. Want ik weet helemaal niet of hij kan voetballen. Maar ik wil wel eens iemand in het zonnetje zetten. Dus ik zou er graag een scheidsrechter in willen zetten.
Serdar Gusbuzuk. Die heeft er vorig jaar in gestaan de hele tijd. Nou, dat is ook terecht. Noord-Hollandse scheidsrechter? Een zeer goede scheidsrechter die enorme furoren maakt in Europa op het ogenblik. Ik denk de snelste stijger als het gaat om grote wedstrijden. Dus die zou ik er graag in willen hebben. Ja, nou die gaan we... Ik weet niet of we hem daar hebben liggen. En dan zetten we hem de volgende week op. Maar dat betekent dat er geen speler af hoeft dan in dat geval? Nee, er hoeft geen speler af. Nee, dat is niet nodig. Je kunt hem rustig bij de middenlijn zetten, denk ik. Is dit ook niet omdat je dan niemand wil tegen het Oh, jawel. Ik had al iemand in mijn gedachten. Ja, maar dat ga je niet zeggen meer. Nee, dat wil ik niet zeggen. Dus doe maar gewoon. Ik ben nou, als ik ook naar een wedstrijd kijk, ik kijk altijd door het oog van de scheidsrechtersrapporteur. Ja, dat hebben we. Dat heb ik nou eenmaal. Ja. Dus liever een scheidsrechter. Gezebiok, die gaan we er volgende week bij. Zal die leuk vinden. Nou. Dankjewel. Harold, kom weer lekker aan tafel zitten. Mocht je willen reageren op deze samenstelling van dit elftal van FC De Aftrap, dan kun je natuurlijk de hashtag Aftrap gebruiken op Twitter. En je kan ook naar onderstaand mailadres een berichtje sturen. Michael, hartstikke bedankt voor je komst. En, was leuk. Nou, succes in je leven, wat je nog gaat doen. En, met je gezin en iedereen eromheen. Harold, verjaardag. Natuurlijk succes. Ja, prettige verjaardag. Ja. Jij succes bij FC Utrecht. En laten we hopen dat je nog heel lang keeperstrainer mag blijven. Dankjewel. Graag gedaan. Volgende week hebben we weer een nieuwe aflevering van De Aftrap. Volgende week hebben we weer een nieuwe aflevering, zoals elke week. Ja, dat zeg ik. Ja, dan hebben we Kiki Musampa, dat is de trainer van Jong FC Volendam. Werkt ook voor de KVB sinds kort. Oud-Ajax. Ja, oud-Ajax ook. En natuurlijk ook oud-Ajax. Ziet Wim Jonk en nu trainer van FC Volendam. Dus ja. Ik denk, ik zou zien, gaan Michael van Praag in ieder geval kijken. Ja, zeker, ja. Ja, dat, en Harold ook toch? Als wij het kunnen ontvangen in Rotterdam, gaan we het zeker doen. Tuurlijk, wij zijn over de hele wereld. De telefoon kan je alles ontvangen. Goed, heel veel succes met Utrecht tegen Vitesse. Dankjewel. Bedankt voor jullie komst. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende week. Dag.